What up mensen, mijn naam is Tajula. Mijn naam is Nesim. En welkom, leuk dat jij kijkt naar de nieuwe aflevering van Rad van Supergaande. Nieuwe gast, Marijn in the building. Yes, lekker man. Dank u mannen. Marijn, je kent het concept een beetje toch? Ik ken dit. Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. En jij mag zo meteen draaien aan het rad. Vervolgens gaan wij jou een vraag stellen. Ja, bij elk icoontje past een vraag. Wil jij geen antwoord geven op een vraag? Dat mag, geen probleem. Nee. Maar dan moet je wel draaien aan het rad. Van terror! Oh nee! Zie je dat? Budget! Oh, nah. Nieuwe budget. Of, als je dat ook niet wilt doen, kan je nog één joker inleggen. Oké. Maar dat betekent wel joker. Dat je het maar één keer kan inleggen. En daarna moet je het doen. Ja, maar in jouw geval, ik heb jouw dingen zien doen, je hebt geen joker nodig. Nee, denk ik ook niet. Dus niet eens het rad van terror. Ze hebben koeientong gelikt, hè? Wat? Heb jij een koeientong gelikt? Ja. Nice. Hey, zullen we draaien het rad? Ja! Let's go! Je mag! Wat gaat het worden? De allereerste Shit. Smash or pass? Pass. We hebben gewoon een lijstje met een aantal mensen. Mag jij zeggen of je zou smashen of passen? Oh, dat is leuk. Tjula, aan jou de eer. Katja Schuurman. Smash. Monica Geuze. Smash. Marij Zuurveld. Smash. Koningin Maxima. Pass. Wat? Waarom? Ja, nee, dat... Ja. Ga door. Oké. Moku Sam. Pass. Stefan de Vries. Pass. Ik vind hem wel aardig, daar niet van. Mark Rutte. Pass. Ja. Badr Hari. Smash. Oh. Rico Verhoeven. Smash. Prima, maar wacht even, want je zei bij de Katja Schuurman smash. En dan kwamen we bij Maxima en dan opeens doen we ja, niet. Ja, nee, geen vieze dingen doen met Maxima. Waarom? Uit respect? Of? Ja, ik denk, ja, het is ook niet per se mijn type. Maar wel een goed verhaal. Oh, wel een goed verhaal, maar om het verhaal hoef je het niet altijd te doen, toch? Nee, vind je dat? Nee. Ben je het daarmee eens? Mooi gezegd. Ja, ik vind dat ze het mooi heeft gezegd, maar bring your ass here, Maxima. Oké, en dan Mark Rutte. Nee, hoeft niet. Ik vind hem wel heel cute. Maar hij is ook lesbisch, dus dat boeit eigenlijk niet. Ja, is dat zo? Weet ik veel. Ja, oké. Goed, je mag weer draaien. Oh, yes. Kijk, dit viel nog mee. Even draaien. En de woord. Spiegel. Wat is het langste tijd dat jij je schaamhaar hebt laten staan? Ik denk max anderhalf week of zo. Je liegt. Duim. Want? Nee, ik denk dat je liegt. Nee, maar op een gegeven moment gaat dat gewoon niet lekker als je te lang haar hebt. Bij anderhalve week is er nog, er komt nog niks. Hoe snel groeit jouw haar? Mijn haar groeit niet zo snel. Maar dan is er toch niks om weg te halen? Als het soms hoe Joël zijn baard is, die lengte. Hij heeft geen baard. Nee, maar drie haren. Zie je? Nee, je hebt ook wel, dit is veel te lang. Zo lang is het nog nooit geweest bij mij, hoor. Echt? Nee, echt niet. Maar dan gaat het gewoon jeuken. En ik laat het nu laseren, dus ik heb bijna geen haar meer. Ah, dat scheelt een hoop. Laser game, hè? En hoe vaak douche je per week? Ik douche 2 keer per dag. Ja. Ja, ik vind het heel lekker om 's avonds te douchen en dan 's ochtends ook. Maar goed, je sport ook veel, hè? Dus dan dus soms 3 keer op een dag. Ja, na sporten douchen. Na sporten, okay. Ja. Maar hygiëne is wel belangrijk voor jou. Ja. Ja. Maar echt ook mijn huidverzorging en dat soort dingen. Ik ben echt, maakt niet uit hoe dronken ik ben, ik doe mijn hele routine. Ja? En douchen altijd na het uitgaan. Goeie. Ja. Vind je het erg als mensen niet hygiënisch zijn? Ja. Is het een afknapper voor jou? Ja, enorm. Ja? Heb je het wel eens meegemaakt? Ja, ook wel. Heel veel mannen die vergeten gewoon te tanden poetsen en zo. Wat? Doe niet. Ja, dan zeg ik, hé, heb je al het tanden geboet? Oh nee, ik zeg wanneer? Eergisteren? Nou, dat vind ik echt heel goor. En wat vind je ervan, mannen met schaamhaar? Als het kort is en nog redelijk verzorgd, vind ik dat op zich niet erg. Getrimd, zeg maar? Ja. Of heb je het liefst gewoon kaal? Het hoeft niet helemaal kaal. Af en toe kaal vind ik wel leuk, maar het mag ook wel stoppeltjes. Wie is bijgeleerd? Ja. Wat vinden jullie dan? Mannen met schaamhaar? Ja, prima joh. En vrouwen? Als ze maar pijltjes zetten. Een pijltje, dan weet je het te vinden. Of Nee, ik heb wel eens gezien zeg maar, dat vrouwen soort van ook wel een soort van zo'n streepje op. Ja. Hoeft niet per se voor mij. Nee, vind jij dat sexy? Hoeft niet per se, maar kan gewoon. Oké, maar je vindt het wel sexy, ik zie het aan je ogen. Ik denk het wel, ik ben niet zo moeilijk. Vind je niet goor als je zeg maar, een soort van daar naar beneden gaat, dat je dat voelt op je tong? Kijk, het moet niet te veel zijn. Nee, oké. Het moet niet te veel zijn, zeg maar. Het moet niet zeg maar, dat je daarna een haarbal uitspiegelt. Goed gesprek, jongens. Zullen we draaien? We gaan diep. Je mag het draaien, ja? Ja, je mag weer draaien. Oh. Ja, precies. Oké, ja. Oh, shit. Hoe heb jij je laatste relatie beëindigd? Oh, shit. En die met wie en wanneer was dat? Oh, nou, dit is een gevoelig puntje, Nesim. Want? Is het nog recent? Nee, ik denk een dik half jaar geleden nu. Jij ging toch met die tattoo guy? Ja. Nee, joh. Is het uit? Ja.
Oh shit. Eerste kerstavond. Oh. Bij zijn ouders geweest en toen hadden we een gesprek en hij had ruimte nodig, dus. Oh, het was vanuit zijn kant? Ja, zijn kant. Heeft hij het uitgemaakt? Ja, en toen hebben we even gekeken en toen uiteindelijk echt uit. En, hoe voelt het, zeg maar, om gedumpt te worden? Erg pijnlijk. Ja, ja erg sorry pijnlijk. Dat ik lach, maar... Ja, nee, maar ja, dat is wel erg kut, ja. Dat was me ook nog niet eerder overkomen. Nee? Oh, nee, trouwens wel. Ja, ik word eigenlijk altijd gedumpt als ik het nu van goede relaties. Ja. Maar hij had gewoon ruimte nodig. Uiteindelijk, als je niet bij elkaar past, pas je niet bij elkaar. En ik ga niet te diep in. Hoe lang hadden jullie relatie? Anderhalf jaar, we hadden echt een coronaliefde. Oh. Ja. Nee, ik was echt super verliefd op hem, maar past niet. Jammer. Als het niet past, past het niet. Hey, als het niet past, dan moet je niet forceren. We moeten door, snap je? Snap je? Maar je bent wel vrijgezel nu? Ik ben vrijgezel. Je bent op de markt? Ik ben single. Ben je al aan het hoereren of ben je gewoon rustig aan het doen? Hoereren? Nee joh. Ik moet even focussen op mezelf. Altijd in relaties geweest. Ik hoor je. Dus nu, carrière en geen mannen. Ik hoor je. Ja, focus jezelf. Oké, vrouwen? Queen. Vrouwen, nu ook even niet. Je mag weer. Yes, ik ga minder hard draaien. Dan staan we hier weer een kwartier. Oh. Heb je een fantasie in bed die je niet aan je vriend durft te vertellen? Of was het wat is jouw guilty pleasure, zeg maar? Eigenlijk ben ik heel open over alles. Ik vind het ook heel leuk om gewoon daarover te hebben. En na te bespreken of van tevoren. Of... Mm-hmm. Ik zeg eigenlijk alles wel. Mm. Maar was er een moment dat je dacht van, nou, ik heb zeg maar wel iets in gedachten. Even kijken of je hiervoor open staat. Nou, ik denk de eerste keer met speeltjes. Dat was wel vanuit mijn kant. Hey, zullen we dat gaan proberen? Okay. En speeltjes als in zeg maar bal in de mond vastbinden en aan het bed? Nou, nee, dat hoeft nou ook weer niet. De seksschommel die heb ik niet thuis zelf hangen, maar... Wat doe je met een seksschommel? Ja, ik weet niet. Het is misschien alleen maar makkelijker vooruit duwen en dan komt hij vanzelf weer terug. Je gaat ook niet echt schommelen en dan wat dan proberen mikken? Het is makkelijker met die touwen, toch? Ja, maar dan is het toch wel een kleine beweging, zeg maar. Maar je gaat toch niet schommelen? Ja, is hij bij jou klein? Nee, maar... Sorry. Oh nee, sorry, we hebben allemaal een meter lul om echt dit te gaan doen. Ja. Op de juiste plek. Weg en dan moet je richt... Maar stel je gaat... Ja, wat dacht je verkeerde gaatje? Nou, je mag weer draaien. Oh, ja. Prima. En denk eraan, je mag ook geen antwoord geven. Ja. Nou, gewoon, volgens mij is deze kant gewoon zwaarder, want hij komt daar gewoon niet op. Heb je jezelf wel eens gefilmd tijdens seks? Ik mezelf. Ja, of je hem voor je ogen kan. Je kan ook gewoon jezelf zeven en gewoon... Ja, mezelf zeven, dat is nu al niet meer te doen. Ik heb wel een keer gefilmd tijdens seks, ja. Oké, kan je ons even... Oh, meenemen in het moment. Had je een regisseur bij... Hoe werkt dat? Dat was een derde persoon. Hoe werkt dat? Ik denk dat je meer in het moment... Bij mij is dat dan meer in het moment van alles filmen. En dan gaat hij filmen. Of... Maar zet je hem dan echt op statief neer? Nee, gewoon vasthouden. Oh zo. Als je zeg maar daarna klaar bent, ook gewoon terugkijken met z'n tweeën? Nou, of niet per se? Eerlijk gezegd, het idee van filmen is spannender dan het terugkijken. Want dan denk je echt, oh fuck. Maar ja, sommige filmpjes heb ik wel teruggekeken en sommige filmpjes heb ik niet teruggekeken. Juist. Ik heb één keer gehad dat ik het idee had dat een gast mij aan het filmen was. Zonder dat ik dat door had. Toen heb ik hem echt een halve klap verkocht. Toen dacht ik echt, dit gaan we niet doen. Ik zeg, ben je nou aan het filmen? En hij deed heel awkward en toen was ik ook klaar. Mee, ja, dan vertrouw je toch iemand niet meer? Nee, zeker niet. Goed, je mag weer draaien. Ik ga weer draaien. Ja, ik denk dat het rad van terror niet meer te sprake zal komen. Zoals oh nee, hebben, besproken. Wat? Nee joh, meen je niet? Ja. Welke bekende Nederlander mag jij niet? Dat je denkt van gadverdamme. Johan Derksen. Ik ben echt niet snel op de kast te jagen, maar alles wat hij zegt, dat vind ik gewoon zo... Nee, ik heb het gewoon niet met die man. Is het zijn uiterlijk wat je... Nee, vrouwenvriendelijk en ik vind zijn grapjes stom. Dat je denkt van, als iemand vervroeg met pensioen mag gaan, dan dat is hij zou ik wel. Helemaal prima. Hij pakt je niet, hè? Hij pakt me niet. En is er iets wat je, weet je, want Johan Derksen, die kijkt natuurlijk, die is een trouwe fan van Supergaande. Ja. Nou, is er iets wat je hem zou willen zeggen? Alles wat je aangeeft, groeit. Dus als ik nu aandacht geef aan Johan Derksen, dan krijg ik hem vandaag de hele dag op mijn tijdlijn en dat soort dingen. Ja. Nee. Prima, mooi. Mag weer draaien? Ja. Is goed. Nou, gaan we nog het rad van terror hebben deze aflevering of niet? Waarschijnlijk niet. Oh, nee. Of misschien wel. Gaan kijken, het onderwerp geld. Wat is het grootste geldbedrag dat jij hebt verdiend met een klus? Met één klus. Eén klus. Ik heb nu wel een samenwerking die langdurig is, dus dat is ook wel anders. Eén merk. Hoeveel geld in totaal? Je hebt nog het rad
Ja, van die, terror. Laat ik dat gewoon doen. Ja? Ja, ik durf het aan. Ja, ja? Ik wou die sowieso even doen, let's denk go. Ik. Het rad van terror. Spannend. Marijn, luister. Ja? Dit is het rad van terror. Hier staan het volgende op. Dieren, eten, pijn en reverse. Beide klaar voor? Ja, je mag denk er een goede draai aan geven. Ik ga er een goede draai aan geven, ja? Kom op. Als je... Nou, dat was geen goede dat draai. Was geen... Nee, sorry, man. Ja, mijn nagel bleef. Oké, prima. Nee, okay. Oh, nee. Oh, hier heb ik helemaal geen zin in. Hij staat op eten. Oh. Heb jij een beetje sterke maag? Ja. Nou, ik doe Hooli Girls en YouTube-serie. Jij bent wel wat gewend. Daar moet ik levende maden eten en dat soort shit. Ben je er klaar voor, Marijn? Nee, ik denk het. Ja? Nee? Ik heb hem hier. Ja. Je mag hem nog niet ruiken. Gewoon even vasthouden. En, moet het helemaal op? Het moet in één keer achterover. Oh god, oké. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh my god, oké. What the fuck is dit? Oh mijn god, ik nam ook 3 slokken. What the fuck? Oh mijn god, wat is dit? Is dat ei? Rauwe ei? Oh! Rauwe ei. Ik heb dit eerder gedaan. Protein, man. Ik heb 1 keer 3 rauwe eieren moeten shotten. Ja, lekker. En toen heb ik 2 weken geen eieren meer kunnen eten, maar dit... Je mag even een slok water nemen als je wil, hoor. Ja, dank je. Oh, ik dacht dat je nog eens eieren aan het drinken was, joh. Marijn, ik wil jou ontzettend bedanken voor je komst. Ik vond het super gezellig. Dank je wel voor je eerlijkheid en voor je goorheid. Zo, ik heb ook even je gore kant laten zien. Jullie bedankt voor de goorheid. Nee, geen probleem. Met heel veel liefde. Ja. Hey, was leuk, Julia. Ja, man. Dank je hard. Ja. Vond het hartstikke, gezellig. Voor de mensen thuis, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Marijn, nogmaals bedankt. Julia, jij ook bedankt. Maar goed, jij moet hier natuurlijk ook zijn. En voor de kijk thuis, heb jij nog misschien leuke dingetjes die je in de comments wil zeggen? Doe het gewoon. Ja, toch? Was een goede auto. Doe het nou gewoon. Dankjewel, jongens. Tot de volgende keer. Doei, doei. Het is afgelopen. Weet je wat? Deel, like, comment. En stuur het naar je niffels. Koop een merchandise voor je moeder. Voor je moeder en ook broeder. Ik ken ook hem sinds vroeger. Hey, je bent mijn broeder. Yo.